Um, <tiedacht> wat het daar juist over, um, alles kwadratisch, ja. uh, daar wil ik het ook graag over hebben. Die, misschien moet ik u gewoon laten vertellen wat dat er bij u, waar je aan denkt als je het woord uh, kwadratisch, of hoe dat begint, bij ja, mij begon met ja. een klein while en uh, Radical Exchange, dat is een boek, en dan de podcast en dergelijke over alles kwadratisch. Uh, ja, ik, ik denk, het komt allemaal wel van quadratic voting. Um, Waar dat bij ons nu democratie een vrij binair uh, proces is, gestemd op één iemand, uh, dan kun je ook dat meer als een, als een liquide range zien, dat je meerdere stemmen hebt op meerdere dingen. En dan is het idee van quadratic voting dat stel dat wij allebei tien stemmen hebben, jij hebt op je project tien stemmen van één persoon, terwijl ik heb tien stemmen van tien keer één individu met één stem. Dat dat waarschijnlijk meer uh, waarde creëert voor de hele society. Mm -hmm. Dus dat is dan ook wel ja, economisch, game theoretisch uh, uitgewerkt hè, waarom dat, dat zo is en wat dat de optimale verdeling is. En dat is wel wat quadratic voting wil benaderen: dat je eigenlijk vanuit een hele reeks um, uh, keuzes uh, mensen laat stemmen, maar niet gewoon met één mens één stem, maar dat je daar een ander proces achter steekt. En dan ga je op een manier al die votes wegen, dus dat je kijkt. Hoeveel verschillende individuen uh, gestemd hebben. En dan weegt meerdere individuen met lagere score harder door dan één individu met een grote score. Mm -hmm. Ja, het voorbeeld, hoe ik het ook altijd zag, is: stel je hebt uh, ik zeg maar, uh, um, vijf beleidskeuzes of vijf kandidaten. Vandaag kun je gewoon, je geeft één stem aan één ja. persoon. Maar je kunt eigenlijk geen preferentie geven. En wat je zou willen, is dat je die vijf beleidskeuzes een preferentiële score ja, kunt ja, geven, inderdaad. dus dat je, op, ja. uh, dat je zeg maar vijf stemmen hebt van, een, in plaats van één stem 100% heb je een stem van 66%, uh, 60, uh, 30, 20, 5% zeg maar, en dat, je, dat is dan het stukje, maar ik weet niet ja. van buiten, en dan kun je zeggen ja, beleidskeuze A heeft 0,6% uh, 0,6 of 60% en dan dus dat je niet gewoon het binaire wat is de hoogste score, gelijk bijvoorbeeld heel veel uh, publieksprijzen en zo, dat is gewoon één stem. Maar je wilt eigenlijk een preferentie kunnen geven. En ja, vaak ja. In, in effectief keuzegedrag of stemgedrag is het niet zo dat er vijf kandidaten of um, voorbeelden zijn, of, of, of uh, uh, vijf kandidaten bijvoorbeeld zijn, en dat je zegt: ene vervult. Alles wat ik wil en die vier helemaal niet. Nee, het, is, het is veel Die eerder. vind ik het beste. Voilà, dus deze duidelijk van onder. Deze heeft een en, ja. beetje meer. Als, deze vind ik iets beter. Maar dat wil niet zeggen dat ik die, 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 de, de vier volgende nul vindt. De, en aan de hand van, van de kwadraten te kunnen stemmen. kun je preferentie meegeven. En dat is veel waardevoller of veel representatiever ja. voor de effectieve keuze. Dat is zo het verschil tussen. In, in politiek, ja, extreme krijg je heel veel stemmen. Wat paradoxaal is, want eigenlijk iedereen, als je mensen polt. Die zit bijna allemaal in het midden, maar toch gaat het stemgedrag naar de extreme. Ja, omdat je en dat is omdat je geen ja. preferentie kunt aangeven. En als je op het moment dat je, kwadraat, als je mensen kwadraten zou laten stemmen, zo nog PvdA, nog Vlaams Belang, Ooit zoveel halen als ze we vandaag haal. De hoogste, maar zouden we alle middelste scores voilà. bij dezelfde ja. partij. Omdat mensen niet een preferentie kunnen geven. Ze kunnen gewoon één stem. Ik ben gefrustreerd, ik stem daarop. Maar dat geeft een vertekend ja, vertekening. Zeker omdat veel mensen toch nog altijd voor single issues voten. Ja. Um, en je kunt hè, in kwadraten stemmen. Kun je dan zeggen: dit is. Ja, je kunt zoolbaar. tien op één ding zetten, ja. maar dan opnieuw tien van één persoon weegt minder door dan bijvoorbeeld vijf keer de twee scores van vijf andere personen. Ja, want dat is bijvoorbeeld bij. Um ik weet dat Alexander de Croo, toen hij nog minister van Samen... Allee, toen hij niet premier was, um, was er zo... Het ging over ontwikkelingshulp. En er was een actie van de overheid, of waar hij zei van... Kijk, voor elke euro die gedoneerd wordt aan Jemen, of eh, het, het was zoiets... Gaat de overheid een euro bijsteken. Maar het probleem is dan... zeg is niet het beste voorbeeld. Stel dat een, uh, een overheid... Um, Zeg maar zonnepanelen wilt, een budget heeft van 100 miljoen, ik zeg maar, iets voor zonnepanelen te matchen. Ja, als er dan gewoon vijf grote bedrijven zijn die ieder voor 20 miljoen aan een, op een dak leggen, dan is uw budget op. Versus als je dat vergelijkt met, uh, ik zeg maar, uh, 100.000 huizen die ieder... Dat heeft een veel grotere waarde, en door dat kwadratus te gaan verdelen, kun je die mensen, waar dat veel meer preferentie van komt, disproportioneel gaan ja, funds aan bedrijven. dat is exact wat Gitcoin Grants bijvoorbeeld doet, ja. met quadratic funding. Um, ja, het, het idee van Gitcoin Grants is, uh, aangezien blockchain vooral eigenlijk open source software is. En misschien heel leuk te zeggen, Gitcoin is gewoon gitcoin.co, denk ik, is de website. Als ja. mensen daar eens willen gaan Want ja, ja. vaak ben ik ook zo van: ah ja, wacht, je zegt Gitcoin, maar Git waarom moet ik zelfs gaan kijken naar Gitcoin bij wijze van spreken? Zo. Maar dus gitcoin.co. Ja, ja, Dus, ja. dus wat, wat, wat Gitcoin eigenlijk doet, is, is publieke goederen proberen funden. Um, ja, heel veel software, vooral als uh, blockchain-gerelateerd, is allemaal open source. Um, ja, dus zit je vaak met de common goods problem: uh, dat er wel funding voor nodig is en er is ook zeker bereidheid om um, daarvoor te betalen. Uh, maar ja, hoe kiest je de projecten en hoeveel moet je elk project geven? En daar uh, gebruikt Gitcoin ook quadratic funding voor. Uh, dus je hebt eigenlijk Twee uh, grote zaken. Eén, ze hebben een heel grote pool met geld dat ze moeten verdelen. En dan ten tweede kan iedereen persoonlijke bijdrages doen aan alle projecten. Uh, en dan gaan ze eigenlijk ook die pool matchen aan de hand van hoe individuen op alle scores uh, hebben gefund. En daar ook, hè, kunt je als, als ik bijvoorbeeld uh, duizend uh, tokens heb, um, kan ik ja, die duizend allemaal op één project invullen. Uh, Funden, of kan ik er daar tien, waar ik me achter kan vinden, elk tien geven? En hoe dat Gitcoin die dan matcht, wordt ook met quadratic voting, eigenlijk hetzelfde algoritme daarachter uh, gewogen scores gegeven aan de hand van één hoeveel. Maar vooral ook, allee, hoeveel in totaal, maar wordt eigenlijk meer belang gehecht aan hoeveel verschillende mensen um, voor dat project hebben gevouwd en die krijgen dan veel meer funding. Ja, honderd ja, mensen die één euro geven, is, een, is kwadratisch gezien veel... Um, ja. Geeft veel meer signaal dan één persoon die honderd. Ja, anders keren. zou het systeem hè, met de whales uh, makkelijk kunnen riggen: dat eigenlijk iemand die het systeem wil uitbuiten, kan zijn eigen project lanceren, die weet dat hij enorm veel kapitaal heeft, dus die steekt dat allemaal in zijn eigen project en dan zou hij bijna de volledige pool krijgen. Um, terwijl als dat gewogen is, gaat het eigenlijk voor veel minder tellen um, dan die duizenden andere kleinere bedragen die wel naar een Concurrerend project mm -hmm. zijn gegaan. Ziet je daar behalve Gitcoin nog toepassingen van? Um, ja, ik denk dat dat eigenlijk veel breder kan gebruikt worden. Um, ook in niet-blockchain uh, funding van subsidies uh, van publieke goederen uh, kan dat perfect ook gebruikt worden. Mm -hmm. Maar ik, ik zie het zelf nog niet. Allee, ik heb nog nooit ergens uh, een, aan een kwadratische stemming moeten nee, denken. Nee, nee, dat? nee, klopt. Uh, maar ik zie geen enkele reden waarom het niet zou gaan uh, met dan een, een, een onderliggende centrale database om uw votes te counten. Ik denk niet dat dit een blockchain specifieke oplossing is. Uh, hij wordt gewoon al toegepast voor funding van uh, open source projecten gerelateerd aan blockchain. En het is opnieuw een, een ja, leuk sociaal project incubator om te zien wat zijn nu die uitkomsten? Ik denk nu zeker dat er wel een bear market is, dus dat projecten wel effectief die funding nodig gaan hebben. Dat we gaan zien of dat dat toch nog altijd gegamed wordt, of dat mm -hmm. de uitkomsten zich nu verhouden met hoe dat de papers in het begin het beschreven. Dus ik denk wel een, een zeer interessant experiment. En uh, ja, heel goed dat er nu eindelijk ook uitwerkingen van zijn, dat het niet bij een theoretische paper blijft. Uh, Want uiteindelijk, economie blijft voor mij een sociale wetenschap, geen harde mm -hmm. wetenschap. Elk economisch model... Oh, oh shot Ja, ik weet het. Ik denk, bij een fysische vergelijking is de uitkomst fixt, vast. De snelheid van het licht is de snelheid van het licht. Zwaartekracht kun je ja. 10.000 keer repliceren. Ja, geen enkele economische wet is 100% deterministisch. Zowel niet nu als over een langere tijd. Dus ik denk, je kunt wel een heel goede paper schrijven, gebaseerd op redelijke modellen... Uh, gebackt met redelijke cijfers, maar dat gaat nooit gegarandeerd bewijzen dat de uitkomst is zoals uw paper het beschreef. Omdat het nog altijd een interactie is van individuen die je nooit perfect wiskundig kunt modelleren, in tegenstelling van fysische wetten. Ja, en, en het laat ook heel veel ruimte voor emergent gedrag. En zo. Ja. een voorbeeld daarvan is altijd Wikipedia geweest. Volgens economische modellen zou dat zo nooit mogen wik werken. Wikipedia mag en kan niet werken, en toch werkt het. Ja, en ja. dat is ook waar dat quadratic Funding wat ook om draait. Dat in de economie worden mensen altijd als niet-coöperatief co beschreven mm -hmm. en uh, werken ze enkel met incentives. In realiteit. Als er geen incentives zijn, gaat het ook niet werken. Maar mensen zijn inherent ook wel deels coöperatief. Of toch zeker een groot deel van de bevolking. Dus die exacte modellen die enkel rekening houden met niet-coöperatief gedrag zijn ook niet 100% mm -hmm. juist. Ja, als je puur uitgaat van de maximalisatie van het eigen nut ja. van iets. Dat gaat ook maar zo ver. Uh, in, in, ja. ja, want dat, dat verstelt ook dat iedereen perfecte informatie heeft. Wat ook al niet het geval is. als ik mijn eigen nut maximaliseer met foute informatie, klopt het model eigenlijk ook al niet meer. Dat doe ik meteen aan zo'n efficiënte markthypothese-ding. Iets waar ik uh, even, heel even naar wil springen is. Um, trouwens, ik merk dat ik zelf sowieso even naar het toilet moet. Ja. Voor een pauze. Dus als je ook ja. moet, geef maar aan of geef maar een gil, dan uh, doe je dat. Maar ik kan nog even. Um, Um, waar ik aan moest denken, een van de. Dus je hebt binnen blockchains heb je proof of work consensus mechanismes en dan proof of stake en dan nog een aantal andere proof of authority en dergelijke. Maar de twee grote zijn proof ja. of work en proof of stake. Ethereum is in de laatste weken of maanden van zijn proof of work overgang naar proof of stake. Um, en dat is iets om over te praten, de merge en, 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 en in welke mate dat dan impact gaat hebben, hoe, wat dat betekent, uh, wat dat daar de. Consequenties van zijn. Wat ik ook een heel interessante. Uh